Wij zijn een organisatie op het gebied van de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, vroeger genoemd psychiatrie. Wij voeren alle vormen van psychiatrie uit. Zeg maar de klinische activiteiten, de ambulante activiteiten, de psychiatrische thuiszorg. Kortom, een organisatie die veel te bieden heeft op het gebied van de psychiatrie, ofwel de geestelijke gezondheidszorg. Dat is uitstekend. Een van de zaken ook waar de grote rivieren zich in het verleden al sterk voor heeft gemaakt, om de mensen zoveel mogelijk thuis of dicht bij huis te behandelen. Wij zien dus dat het meest geluk biedt, zowel als het gaat over wonen, zorg, welzijn, werken, etc. Ja, mijn visie is dat het pak van Blessed Graaf daarin een belangrijke aanjager kan zijn. Maar ik heb daar natuurlijk ook zeker zorgen over, over ja, in hoeverre dat gaat lukken. Hè? Wij als bestuurders staan ervoor om met voluit en, zeg maar, ons volle gewicht erop te zetten om het tot een succes te maken. Het is wel zo dat heel goed in de gaten gehouden moet worden dat die zelfstandigheid geen eenzaamheid oproept. Dat zien wij ook bij onze cliëntenpopulatie. Ik heb dat ook in ziekenhuizen gezien. Als ik u zeg dat het beroep op onze klinische capaciteit tussen kerst en oud en nieuw erg groot is. Dat betekent dus dat mensen ja, bang zijn voor de eenzaamheid. En dan via die weg gezelschap zoeken. Het is een bijzonder belangrijk punt om ook bij de ontwikkeling van het pak van Blessed Graaf. En het uitgangspunt mensen zoveel mogelijk thuis te houden. Het netwerk, de mantelzorgers, de families, maar ook de zorgaanbieders erop toezien dat er geen eenzaamheid ontstaat. En dat betekent dus dat het paard achter de wagen zal spannen. Maar toch vinden wij dat cliënten zoveel mogelijk thuis moeten blijven wonen. Maar het is ook sterk afhankelijk van hun omgeving. Psychiatrische cliënten zijn toch cliënten die heel moeilijk opgenomen worden in de gemeenschap. Daar liggen gewoon drempels. Dat wordt vaak niet in ons land uitgesproken. Maar dat is zo. Dat is gevoel. Dat is emotie. En er zijn dus situaties dat wij dat niet kunnen in verband met het feit dat de cliënt niet wordt opgenomen in de buurt, in de gemeenschap. Dat betekent ook dat wij ervoor kiezen om projecten samen met de buurt op te zetten. Zo hebben we een uitstekend project Onze Buren in Dordrecht. Waarbij dus de ex-cliënten of de cliënten bijvoorbeeld de tuinen schoonhouden van de mensen. De ramen lappen. Omgekeerd er buurtavonden zijn met de bewoners van de buurt en ook de ex-cliënten. En op die manier hebben wij ook gezien dat het wel degelijk mogelijk is dat er in de buurt, in de omgeving, dat mensen heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Maar wat ik wel zie, het moet wel georganiseerd worden en daar moet echt reclame voor gemaakt worden. Want om de stap te zetten en het ook te realiseren, zeker in het begin, is toch wel erg moeilijk. Onze mensen werken in de hele regio. Zij zien veel. En als er eenzaamheid is, dan achten onze mensen het ook tot hun taak om te zoeken naar een oplossing, dus een contact te leggen met mensen, vrienden en dergelijke. En deze mensen ook vragen om hierbij betrokken te zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld een project, dat noemen wij Maatjes. En die Maatjes, dat zijn dus niet alleen ex-cliënten, zijn ook ex-cliënten, anderen. En die maatjes, die hebben dus een maatje die gewoon bij elkaar thuiskomen, op die manier elkaar gezelschap te houden. Daarin bemiddelt bijvoorbeeld de Grote Rivieren. De Grote Rivieren is een organisatie die heel veel samen doet met andere partners. Zoals bijvoorbeeld in Dordrecht het maatschappelijk werk, de politie, een organisatie van buurtbewoners. Zo zijn een aantal organisaties die daar een bijdrage in kunnen leveren, die worden daarbij betrokken. Liefde voor de cliënt, dat vinden wij erg belangrijk en dat uiten wij ook. En in dat opzicht zien wij ook op het pak van Blessed Graaf, dat die samenwerking waar zoveel organisaties bij betrokken zijn, als wij in staat zijn om de muurtjes te slechten en ervoor te gaan dat zo'n cliënt, dat zijn geen loze woorden, maar gewoon centraal staat,
dan zijn wij ervan overtuigd als grote rivieren dat je een hele belangrijke kwaliteitsimpuls kunt geven, kwaliteit van zorg, die inhaakt op datgene wat de mensen vragen. Mensen vragen een goede leefomgeving, mensen vragen hulp wanneer ze dat nodig hebben. Mensen vragen om vooral rekening te houden met de individuele behoeften. We zijn in Nederland nogal eens geneigd om, we zijn allemaal meer van hetzelfde. Nee, ieder mens is uniek, ieder mens is apart, ieder mens heeft zijn eigen behoeften. En vanuit de klassieke benadering, wat we allemaal gewend zijn geweest, is dat de hulpverlener en de dokter weet precies wat goed is voor de cliënt. Ons antwoord daarop is nee. De cliënt moet bepalen, moet duidelijk maken wat de behoefte is. En de aanbieder moet daar op zich gewoon die diensten dan aan verlenen waar de cliënt om vraagt. Vanzelfsprekend, alles binnen de mogelijkheden. De lucht, de sky is niet de limit, hè. Er zijn beperkingen, er zijn ook financiële beperkingen, maar binnen die beperkingen zijn wij van oordeel dat het maximale gedaan moet worden om te voldoen aan de vraag die er is. Door goed te luisteren naar de klanten hebben wij gezegd, wij moeten dus veel meer doen aan preventie, het voorkomen van klachten. Een klant die in zeer verdrietige omstandigheden verkeert of veel druk heeft in de omgeving of gepest wordt op het werk of een dergelijke. We hebben dus van geconstateerd op basis van interviews met klanten, wanneer je daar eerder bij bent, dan betekent het dus ook dat een klant weer veel sneller zijn gewone leven kan hervatten. Wanneer een cliënt behandeld wordt met grote rivieren, betekent het ook dat de familie, vrienden erbij betrokken worden, daar waar nodig. En wanneer betekent dat de omgeving, die directe omgeving, daar iets aan kan doen, dan betekent ook dat de mensen dus ook wat geleerd wordt om met de betreffende cliënt om te gaan. Wat wij als organisatie georganiseerd hebben, is de Stichting Vrienden van de Grote Rivieren. Daarin worden de sponsorgelden gestort. En als er echt hulpvraag is in dit opzicht, die niet betaald kan worden uit de zogenaamde ABBZ of de ziektekostenverzekering, want wij mogen die gelden niet zomaar besteden aan andere dingen, aan uitjes. Wij hebben er wel voor gezorgd dat er geld aanwezig is wanneer het nodig is dat mensen echt op vakantie kunnen, dat ze op vakantie kunnen gaan. Dan kunnen zij een aanvraag indienen bij de Stichting De Grote Rivieren. En als die aanvraag gewettigd is, dan betekent het ook dat voor een groot deel, of soms geheel, als mensen het echt niet kunnen betalen, dat er door de stichting wordt betaald.